Hi, hi, daar ben ik weer. Deze keer met een scrap layout en hiervoor gebruik ik de Daydream Collection van Coco Vanilla. Dit is de foto die ik vandaag ga scrappen. Ik heb er alvast twee stickervelletjes met letters uitgezocht en mooie papieren waarvan ik denk, hey, die gaan er wel mooi bij passen, ook als ik naar de kleur van de foto kijk. En dit achtergrondpapier heb ik uit mijn voorraadla gehaald. Ik denk dat het van een blok van de Action is. Die past er mooi bij en zo hoef ik minder van mijn collectie te gebruiken. En hou ik natuurlijk meer mooie papieren over, want het meeste wordt toch ook wel weer bedekt. Het is een soort getekend klein stipje zit erop, dus een beetje speels. En het is net een beetje groen-blauwig. Ik maak de foto vierkant. Vind ik net iets mooier gecentreerd. Dat je ook weet waar het om gaat. Want er zit er zoveel bruin omheen. Zoals je ziet zit er ook wel bruin in de collectie. Dus ik vind het wel mooi om de kleuren die ook in de foto te zitten ook te gaan gebruiken. En op deze foto nemen we eigenlijk voor de laatste keer afscheid van dit bos. Het is vlakbij een vakantiehuisje van mijn schoonouders die ze inmiddels hebben verkocht helaas. En dit bos noemden we ook wel het kabouterbos. En in hun hand zie je ook dat ze een klein kaboutertje hebben. En, nou, ze wisten er van alles van. Ze wisten hoe die heette en waar die woonde. En er waren verschillende kabouters in dat bos iedere keer weer op te zoeken. Superleuk, dus leuke herinneringen. Vandaar dat ik ook het kaartje, een blauwe kaartje die ik net uit heb geknipt van Good Times, graag wil gaan gebruiken. Om... Nou, ook te benadrukken dat het mooie tijden waren en ook gewoon die mooie dingen dus weer vast te leggen. Jammer om afscheid te nemen, maar tijd voor een nieuwe stap voor hun. En helaas voor ons dus ook geen vakantieuitjes meer daarheen. Nou, en ik wil ook nog graag dat houtkleur erin hebben, dus daar kies ik voor om dit kaartje ook uit te snijden. Ik weet niet waarom ik het eigenlijk knip, maar blijkbaar vind ik dat handiger. Nou, daar heb ik ze allebei gelijk. En als ik dan toch bezig ben, snij ik dit papiertje ook alvast doormidden. Dan kunnen we die wellicht voor een volgende keer nog gebruiken. Voor deze layout ga ik een techniek toepassen die ik niet zo vaak toepas. En ik dacht, dit moet ik ook gewoon een keer proberen. En dat is het scheuren van papier. En ik heb al wel een idee, ik wil het een beetje schuin hebben, niet te recht. Want anders wordt het allemaal zo vierkant naast elkaar. Kijk, zo vind ik het niet zo mooi. En ik bedenk dan ook om op dat kaartje aan de linkerkant, waar Remember This op staat, om daar alle mooie herinneringen op te schrijven die we daar hebben gemaakt. In eerste instantie wil ik deze kleur gaan gebruiken. En nou ja, als ik het zo bij elkaar zie, vind ik toch die donkerblauw een beetje te druk bij die bloemetjes. En die bloemetjes vind ik super leuk. Maar ik vind het ook moeilijk om te gebruiken. En... er moet dan volgens mij toch een iets rustiger patroon in komen. Dus leuk om de bloemetjes te gebruiken. Maar niet naast ook nog eens een keer die donkere, donkerblauwe papier met ja, veertjes zitten er volgens mij op. Nou, ik begin hier met scheuren en ik zie eigenlijk... ja, ik moet even puzzelen van welke kant scheurt hij nou op en op welke kant krijg ik dan een witte rand. Want zoals je nu ziet, heb ik nu de blauwe kant, zie je een... even grijs, wat is dit? Blauw-grijze kant, dan zie je een witte rand ontstaan. En eigenlijk vind ik dat niet het allermooist. En dat zie je hier ook gebeuren. Dus je moet altijd goed even opletten welke kant je hem opscheurt. Zoals ik dat nu ook probeer, denk ik, hey, doe ik het nou goed, ja of nee? Volgens mij doe ik het alsnog niet goed. Nee, kijk, krijg ik er weer witte randjes. Maar uiteindelijk zit het meeste toch eronder. Uiteindelijk kies ik er dus voor om deze... andere kleine stipjes, ja wat is het? Het is niet grijs, het is bijna een beetje blauwig. En de achterkant daarvan zijn dus die bloemen te gebruiken. En dan de gele variant erbij. Poging 3 om het goed te doen. Ik weet niet of ik het, of het me nu lukt. Nee, volgens mij moet ik hem alsnog andersom doen. Ik trek hem naar me toe. En dan krijg ik dus de witte rand boven. En dan denk ik, nee, zo was het dus niet. Ik moet de goede kant boven en dan naar me toe trekken. Dat is de les voor jullie dan. Zoals je ziet heb ik het dus inderdaad niet zo vaak gedaan. Of van je af, dat maakt er natuurlijk dan niet uit.
Kijk. Hiervoor gebruik ik trouwens de liniaal die bij de tonic mat, glazen mat hoort. Die hieronder ligt. Die zwarte mat die je ziet. Ik vind hem wel handig. Maar het is toch lastig dat hij toch los ligt. Daar zou toch iets handigers voor verzonnen kunnen worden. Ik probeer zoveel mogelijk nog de witte randen weg te halen. Beetje sjoemelen. Uiteindelijk zie je er helemaal niet zoveel van. En op deze manier ga ik ze achter elkaar in positie brengen. Ik vind dat ook een mooie combinatie van kleuren. Want dan komt dat geel weer terug in de bloemetjes daaronder. En het stipje van het blauw komt weer terug in het achtergrondpapier. Zo vind ik het een mooie combinatie. Ik wil hem nog iets hoger hebben, want hij zit wel erg laag op het papier. Dan hou je zoveel ruimte aan de bovenkant over. En dan vind ik het niet mooi verspreid. En ik bedenk dan toch dat ik wat van die houtskleur mis. Want juist in die foto zie je al die mooie bladeren en bomen op de achtergrond. Dat wil ik toch meer terug laten komen. En dan is het even puzzelen van welke titel ga ik er eigenlijk bij maken. En uiteindelijk besluit ik ervan te maken dat het dus een afscheid is van de klushut. Want dat is precies wat het is. De strip met de hartjes valt eigenlijk heel mooi op zijn plek bovenin. Ik moet zeggen dat ik die papieren met van die lange stroken met figuurtjes zoals deze heel weinig gebruik. Ik denk altijd, wat moet ik daar nou precies mee? Maar op een of andere manier valt het deze keer precies op zijn plek. En ik kijk even in het bakje met alle... het zijn niet echt embellishments, want die heb ik volgens mij van deze lijn niet gekocht. Ik heb wel de stickers die erbij horen. Maar dit is van het, gewoon het designpapier van het 30x30. En daar zitten ook allerlei kaartjes nog op die je kunt gebruiken. Daarvan knip ik deze blauwe uit, want ik vind dat er nog wel iets meer donkerblauw ook in terug mag komen. En omdat het toch om een klushut gaat, heb ik dit huisje uit het kaartje geknipt. En gebruik ik hem als los embellishment. Je moet een beetje creatief zijn als je niet zoveel hebt. En ik kies er toch voor om deze dit kaartje met het houten printje te gebruiken, ook omdat de bloemetjes aan de onderkant staan. En dan komen die bloemetjes en die kleuren ook samen weer terug. Zowel bovenin naast de foto als onderin. En dan is het nu tijd om wat meer kleur te geven. Zoals je ziet heb ik dit papier al goed gebruikt. Super lief met allemaal kleine hartjes. Maar ik besluit volgens mij toch om dat donkerblauw te kiezen. Zodat er wat meer contrast in komt. Kijk, als ik hem op de foto zet, dan zie je dat het er toch echt wel meer uitspringt. En aan de achterkant zitten van die hele schattige regenboogjes. Dus ik probeer wel iedere keer als ik die papier gebruik, als het enigszins kan, ook die regenboogjes dan weer uit te knippen. Dus dat ga ik ook wederom hier weer doen. Ik meet hem even af, snij hem uit en dan kijk ik dus aan de achterkant van wat hou ik nou over als ik dit hier opplak? Want ik plak het er toch op. En dan zie je alles wat de foto bedekt, ga je toch niet zien. En dan zie je precies dat ik er twee eigenlijk uit kan knippen. Er zit wel eentje heel erg aan het randje, maar dat gaat precies goed. Dat doe ik even snel. En dan kan ik die voor een later project of misschien hier wel weer hergebruiken. Dan heb ik er toch weer een paar embellishments bij. Dat is mooi meegenomen. En dan ga ik nu beginnen met de dingen die ik zeker weet om die vast te plakken. Te beginnen met de foto. En ik weet niet waarom, maar op een of andere manier doe ik de lijm aan de verkeerde kant. Dus dat moeten we even opnieuw doen. Vervolgens zit er natuurlijk allemaal lijm aan mijn mat, maar dat halen we wel weer eraf. Geen probleem. Ik leg vaak als ik dingen met de liquid glue, hoe zeg je dat? Vloeibare lijm, zo moeilijk. Met de vloeibare lijm vastplak. Even iets zwaars erop. Dat is nu een beetje lastig, maar ik denk nou dan maar zo. Want dan voorkom ik toch dat het een beetje krom opdroogt. Dus dat helpt wel als je het
op laat drogen met iets zwaars erop. En ik vind dat ook, ik hoop in ieder geval dat het het langst blijft zitten. Dat ik niet over een paar jaar alles loslaat. En ik heb het idee dat dat met tape vaak wel het geval is. Ik heb nu de papieren allemaal vastgeplakt aan de onderkant. Even buiten jullie beeld, zodat jullie dat niet allemaal hoeven te zien. En ik heb de randjes ook een klein beetje naar boven omge... Oké, dat doe ik nu. De randjes een klein beetje omgevouwd, zodat het wat meer dimensie geeft. En dan kan ik de meeste weer terug op zijn plek zetten, om te kijken wat dan het resultaat wordt. Ja, waar moet hij dan precies? Boven, onder? Ja. Overigens zie je op deze foto dus mijn schoonmoeder met mijn twee dochters. Ze zijn in het bos en we nemen dus afscheid van de hut. Vandaar ook dat ik het huisje erbij heb gedaan. En wordt mijn titel dus ook afscheid van de klushut. Dan maak ik gebruik van twee soorten letterstickers. Super lieve roze. En dus weer dat hout om dat weer terug te laten komen in kleine lettertjes. Soms wel een beetje een gepriegel om het allemaal netjes te krijgen. En daar is de liniaal dan weer handig voor. En ik plak het ook allemaal nog extra even vast. Want mijn ervaring is toch wel dat als je het zo opplakt met alleen het stickerplaksel erop. Ja, dat is niet sterk genoeg. Dat blijft echt niet goed zitten. Ik twijfel nog even om het om te draaien, maar dan raak ik toch uit balans. En dan... ga ik op zoek of ik nog genoeg letters heb. Want dat is toch altijd spannend met de stickervelletjes. Letterstickervelletjes. Of er nog genoeg van over is. Maar van dit stickervelletje is dat gelukkig wel het geval. En kan ik nog alles maken. Ik heb deze ook al behoorlijk lang. Dus hij mag ook wel eens een keertje op. Mocht je nou een goede tip hebben om iets leuks te doen met de overgebleven letters. Als je dat ook hebt, dan hoor ik het graag. Oh, ik ben mijn letterstickertjes kwijt. Ik moet even goed passen en meten om te bepalen ook waar ze komen. Ik moet het nog even allemaal net opschuiven, want ik wil dat ze dan aan beide kanten net iets uitsteken onder de titel. En dan doe ik er dus nog een extra een beetje lijm onder voor de stevigheid. Dan plak ik de laatste dingen vast. Tenminste, de laatste dingen. Ik plak dingen vast die... nog niet vastzitten. En dit is even een trucje als je iets recht wil plakken. Laat even de plakstrip voor de helft erop zitten. Doe hem waar je wil hebben en trek vervolgens het stripje eraf. Want dan weet je zeker dat het goed gaat. En dat je niet vervolgens hem er weer af moet trekken en het hele papier meeneemt. Het zou zo jammer zijn. Ik doe een aantal pop-ups erop. Om een beetje diepte erin te krijgen, zoals bij dit kleine vlaggetje. Anders is het wel erg saai. Volgens mij heb ik ook het huisje inmiddels al vastzitten. Dus dit is wel echt de basis die nu staat. Maar ik vind het nog een beetje kaal. Dus ik ga nog wel op zoek naar een aantal kleine elementen. Het zijn natuurlijk vooral grove elementen die ik nu erop heb gezet. Maar het moet nog wat gedetailleerder worden. En eerlijk gezegd weet ik niet meer zo goed wat hier nou op stond. Iets met good moments of... Misschien zien we het straks in de laatste shots nog. Ik kijk even welk regenboogje. Deze komt overigens van die strippapier. Gewoon van het grote vel, 30 bij 30 ook. Welke het beste erbij past. Welke kleur mis ik nou nog daar in het midden? Wat... valt dan nog een beetje op. Ik kies er eentje uit met vooral een grote boog geel. Want die komt dan op het blauw natuurlijk mooi uit. Die geef ik ook nog een beetje hoogte. Zodat die mooi gedeeltelijk over de good times heen, kaartje van good times heen kan vallen. En ook het gat daartussen weer opvult. Ik vind het nooit zo mooi als je die hoekjes dan bij elkaar ziet komen van de foto en de kaartjes. En op deze manier is dat een beetje verborgen. Dan kijk ik nog naar het stickervel wat bij de collectie hoort. En dan pak ik precies dit cardboard
stickertje vanaf. Nou, die heb ik er zelf opgeplakt. Die hoorde er nou precies niet bij. Die vond ik er mooi bij passen. Ik denk, nou, die moet ik even bewaren. Die kan ik vast nog wel een keer in deze collectie gebruiken. En ja hoor, ik heb hem gebruikt. En dat maakt mijn layout ook af. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En volg me ook op Instagram. Daar post ik ook regelmatig layouts. En andere YouTube filmpjes natuurlijk op YouTube. Hoi hoi. Doeg doeg.